als je dan weet dat talent tegenwoordig schaars is, dan is het niet meer zoals vroeger van I need to work here, ik moet wel werken, want daar staat die fabriek nou eenmaal. Nee, talent kan kiezen. Dus die gaan ook eisen stellen aan de omgeving waar ze willen werken. Die willen namelijk expertise en waar ze zich thuis voelen. En daar hebben we op de, hier op de Brinkhoff Industry Campus ook alle moeite ingestoken om een aantrekkelijke werkplek te creëren voor die campus. Bij de realisatie van deze campus, techniek helemaal in het gebouw, vanaf februari dit jaar. Van februari dit jaar zijn we begonnen eigenlijk. En dit staat er nu. Dus ja, jullie staan nog in het gebouw waar het werk wordt. Dat zien jullie. Dat voelen jullie ook. Temperatuur is af en toe een probleem. Dat komt omdat we duurzaamheid gekozen hebben. En duurzaamheid heeft ook af en toe zijn tijd nodig. Er zit hier bijvoorbeeld een warmte koude opslag een beetje over. En die is er niet helemaal upgrading aan het halen. We hebben toch gekozen om het door te zetten. Want het is makkelijk om te zeggen van, oh, dit is de timeline dat er zit. September zitten er klanten in, huurders in. Wij moeten warmte koude regelen. Oh, ik ga overrijden, dus we gaan maar conventioneel. De meeste roepen ik wil circulair en de CO2-oplaag. Ik weet niet of dat altijd hand in hand gaat. Want ooit moet je juist meer doen om je materialen te gaan hergebruiken. Bestaat circulair? En dat is een heel simpel, hè? Ja, circulair ondernemen bestaat al heel lang. Papier gaat 7 keer mee. Plastics wordt hergebruikt. Wij hebben kringloopwinkels. Circulaire economie. Betekent ook één ding. Alles wat makkelijk is, hebben we dus al gedaan. Hebben we ketens voor. Dus alles wat je nu nog zou doen. Werken voor je geldjes uit. Vanaf nu werkt iedereen voor de samenleving. Krijg je ook zo vaak te horen. Jongen, je wilt het goed doen. En dan zit je tegenover je, dan zeg je, betaal jij het aan. Nee. Dus, dit is wel een ding, dat moet je altijd wel adresseren. Want in zo'n samenwerking moet je heel duidelijk zijn. Je moet er gewoon geld voor inkopen. De meeste van ons allemaal commerciële bedrijven, je moet gewoon je geld verdienen. En onder de taart die we dan hebben gekozen, je ziet de pop iets duwen. En daar geloven wij als wij een plek geven in een digitale omgeving, dat is ook heel erg wennen. Omdat er veel ambtenaren niet gewend zijn om in dit soort sophisticated software te werken. Sterker nog, toen wij naar de ondernemers gingen, zeiden ze tegen ons ja. Je moet het niet met de ondernemers hebben over het datamodel, dat snappen ze niet. Terwijl toen wij de eerste ondernemer spraken, was er nog. Nu kan kiezen of 2 volgers, 4, noem maar op. Ik kan zelf kiezen hoeveel dat je wilt hebben. En wij bepalen dan wat hij wil geven en wat hij dan ook gaat afgeven. We pakken per minuut een leveringscontract. En hoe we dat opwekken, dat zie je dan aan die kant. Hier zien we eigenlijk een hele grote box. De huurder doet zijn ding in de box. En dan komt het verhaaltje ook in de duurzaam aan de regenweg. We hebben er warm de koude opslag, de bietekneuten voor jullie is gekomen. Er zitten een aantal gaten in de grond. Voor ingedikt moet worden, we wachten 5 minuten. Zodat iedereen gewoon even te slikken in plaats van dat we staan te schudden. Dus het is wel vanuit een andere optiek dat er naar gekeken wordt. Het probleem is dat iedereen zijn eigen ding ontwikkelt. En dat je dan. Economie. En daarna zal ik een beetje uitleggen wat wij daarmee doen. Binnen Nederland zijn er heel veel bedrijven die opereren gewoon lineair. Er komen grondstoffen in je bedrijf binnen, je maakt er een mooi product van en vervolgens gaan er wat restromen weg. Nou, die worden mooi afgevoerd, of wordt verbrand ofzo, en je bent er vanaf. Alles heel goed geregeld. En het ziet er voor jou als bedrijf ook wel heel erg efficiënt uit. Als je ietsje verder kijkt naar al die andere bedrijven, die doen precies hetzelfde. Dan denk je, ja, er komen toch best wel veel primaire grondstoffen de industrie binnen. En er gaat toch best wel veel afval naar de verbranding of naar een nutteloze bestemming. Wat nou als wij met ketensamenwerking veel meer gaan samenwerken? Als we als bedrijven hun resthout doorsturen naar het volgende bedrijf, hoe zou het er dan uitzien in onze economie?